voor het kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFAboy1999. We hebben vandaag weer een verzamelvideo. En vandaag gaan we een verzameling doen die ik al heel vaak op dit kanaal heb gedaan. Maar er komen natuurlijk ook steeds dingen bij. En ik wil deze video ook toevoegen aan de series van de verzamelvideo. En daar begin ik gewoon nu gelijk aan de Feyenoord verzameling. Je ziet het hier al, Feyenoord. En daar gaat deze verzameling ook over. En ik denk dat het wel een hele lange video gaat worden, want ik heb heel veel fijne dingen. We gaan er naar kijken. Jullie gaan het nu zien. Ik ga in mijn eigen kamer beginnen met de slaapkamer. En daarna gaan we steeds verder naar de fijne kamer waar ook de Xbox staat. Ik zou zeggen, we gaan kijken. Ja, en als eerst beginnen we dus in mijn slaapkamer. Hier zien we het al. Nou, hier zien we ook in de spiegel. Hey, trouwens, die pet was ook al kampioen. Maar goed, we beginnen hier. We hebben een final poster met seizoen 2018-2019 met ook nog Robin van Persie er dus op en van Berghuis ernaast. We hebben twee klokken, we hebben een tas, drie kaartjes, we hebben een vaantje en dit is een puzzel van de Kuip, heb ik gemaakt en aan elkaar en geplakt zeg maar op een plaat en daarna huppakee in de lijst. En dit is nog trouwens Nederlands elftal, daar komen we zo op. Hier hebben we een Feyenoord sjaal met de Rangers tegen Feyenoord. En dan hebben we hier ook boven het plafond vlaggen. Nou, dit is vlag 1, Feyenoord Rotterdam. En dit is vlag 2. Ja, je ziet het niet zo goed. Je ziet ook een beetje van afstand staan. Hier, vlag 2, met de lamp ook nog erbij. En dan hebben we hier ook nog een sjaal hangen. Feyenoord, een blauwe. Poster. Heel veel posters hier, jullie zien het al. Hier, het zijn allemaal posters bij elkaar. Ook nog een licht, verlichting eigenlijk. En natuurlijk deze kampioenschaal. Ja, prachtige poster. Hier ook nog twee kleine postertjes. Nog een Feyenoord kussen hier. En dat is eigenlijk wel deze kamer een klein beetje. Oh, nee, hier nog. Nog lang niet deze kamer trouwens. Hier nog een lamp. Die doet het niet trouwens. Hangt voor de sier. Daar hebben we allemaal, die kon je toen bij de plus krijgen. Allemaal speelkaarten van Feyenoord. Hier hebben we weer een Feyenoord poster. Natuurlijk heb je net al gezien. Vlaggenlijn van Feyenoord. En hier deze kast, ja, het is ook een beetje Feyenoord spul. Hier zien we het Nederlands elftal hoekje. Dat dingen van Oranje. Hier zien we boeken van de Grijp, Kuit, de John de Wolf van Persie, Kieft, weer Kuit. Hier zien we Kuit zelfs ook, iets met Lego. Hier hebben we vaantjes van Feyenoord hangen. Twee kalenders. Nou, hier hangt Robben ook nog op de achtergrond. Ja, Robben vind ik gewoon een goede speler. Hier hebben we ook nog plakboeken die je ook bij Albert Heijn en zo, bij de Plus, kon krijgen. Nou, je ziet het hier. Hier hebben we bordjes, Feyenoord magazines, spaarpot, ontbijtset, kuipgras en nog schriftjes. Etuis die ik op school had, deze niet trouwens, maar deze twee wel. Had ik wel op school. Een wekker, nog meer Feyenoord magazines. Hier nog bekertjes. Gaan we naar onder, hebben we weer vaantjes. En hebben we hier weer een plakboek van Feyenoord, het seizoen 2015-16. Moet ik even goed erbij gaan zitten, jongens. Oh jee. Hebben we daar nog programmaboekjes. Hier zijn een beetje achtergevallen. Hier, ja, hier stond nog trouwens, ja, normaal gesproken de pet op die ik nou op heb. Zo, maar goed, die heb ik nou dus even op voor de video. Nou, dus Madame Tussauds, maar dat is niet zo belangrijk. Hier is een muts, nog meer petten. Nou, sommige petten kennen jullie natuurlijk van Rudy. Feyenoord handschoenen. Vragen. Hier hebben we weer hele oude. Qua de plakboeken, ook Albert Heijn is dat. Nog een beker. En nog een paar schriften. Of schriften, boekjes. Nou, hier hadden we nog mijn schoenen en een paar ballen. Hier het EK-bal. Of ja, het EK-bal, heel mooi. Nog helemaal niet gebruikt ook. Op zich een hele mooie bal om te hebben. Dus die doen we lekker terug. En dan is deze kamer wel een klein beetje tot zijn einde. En dan gaan we nu door naar de Feyenoordkamer, dan gaan we dus hierheen. We komen als eerste hier in de gang. Dan hebben we ook twee vaantjes hier. Op Marktplaats heb ik deze kunnen krijgen, die ook. Dan hebben we deze vaan met Europa League van 2019-2020. Klein vaantje. Weer een vaan, een stickertje. Dan gaan we hier naartoe, de trapgang hebben we ook nog. Dezelfde poster die als in mijn slaapkamer hangt. Dan hebben we daar ook nog programmaboekjes die ik ingelijst heb. De beste die ik heb, de Kuit afstandswedstrijd. Ook nog van Persie boekje en dat soort dingen. Open dagboekje. Hier weer een vlag van Feyenoord. Daar hebben we de Kuip. En een foto met Sint Justen. Dan gaan we hierheen. Dan hebben we hier ook een puzzel. En een elftal foto. En dan gaan we eigenlijk gewoon naar het beste. Ook nog een bal.
Het beste wat we hebben, de hele veiligheidskamer. Jullie zien het al zo vaak voorbij komen in de video's. Het begint hier. Die lamp doet het niet meer. Omdat ik de stekker aansluiting kwijt ben. Maar we hebben hier een soort gordijn van allemaal sjaals. Nou, je ziet hier een klein beetje. En daar gaan we dan doorheen. Boom. En dan komen we dus hier. Hier hebben we dus een trainingspakken. En natuurlijk het Feyenoordpak. Aan die kant. Dan gaan we deze kant heen. We hebben weer een klok. Weer twee klokken. Een bal. Feyenoordvlaggen die over de hele kamer gaan. Weer een poster hier. Met Van Persie. Hangt ook in mijn slaapkamer. Een paar kalenders. Deze heb ik trouwens ook. Ja, er zijn een paar nieuwe dingen bijgekomen. Deze had ik bij de Kruidvat kunnen krijgen. Met muurstickers. Hier deze en deze muursticker. Maar op een of andere manier vind ik het zonde om te gebruiken nog. Dus ik hou nog even. Hier hebben we ook weer fijne posters. En deze. Het zijn muurposters hier. Tim de Cler. Kon je ook toen uit op Marktplaats krijgen. Dat zijn deurposters. Dit is Ron Vlaar. En dit is Thomasson. En ook weer heel veel Feyenoord vakantietassen. Hier twee. Een tafeltje waar nog een dekentje op ligt van Feyenoord. Hier een bal met een sjaal eromheen. Hier ook een bal met een sjaal eromheen. Dan gaan we hierheen. We hebben twee shirts. Eentje het Gio Bedankt shirt. En deze kon je ook op, bij de Kruidvat krijgen. We hebben ook heel veel sjaals. Hier, daar eentje. Daar gaat het helemaal heen. Ook kerstballen trouwens. En weer een bal. Echt heel veel. Nou, heel veel vlaggetjes dus. Gaan we hierheen. Hierachter staat, achter de derde kuit staat de vlag van Van Persie. Ja, ik ga het niet opzij zetten, want dan valt die, ben ik bang. Dus dan hebben we hier Van Persie erachter. En hier natuurlijk, ik kan niet meer naar achteren. Maar hier hebben we dus Dirk Kuyt. Kon ik ook toen op Marktplaats krijgen. En heb ik ook gewoon gelijk gehaald. Super om die te hebben eigenlijk. Deze prachtige bord van Dirk. Waar heel veel nog omheen staat. Hè. We beginnen gewoon hier. Hier hebben we een klein stoeltje. Het is een tekenset. 40-delig. 3 ballen. Waarvan deze bal nieuwe bij is gekomen. Oh, dat is afgevallen, zie ik nou. Want deze hoort hierop. Kijk, die hoort hier zo. Bam. Hier hangen alle mini-shirtjes. Ook hangen er een paar over Dirk. De strop dat hij bij het pak hoort. Weer een sjaaltje. En dit om een sleutel aan te doen. Heel veel lichten hier. Hebben we natuurlijk ook de kasten. De Feyenoord map. Kaartjes die ik toen zelf gemaakt heb. Dirk Kuyt, deelbus. Handgel. Van alles en nog wat. Mondkapjes liggen hier ook nog. Ook deze is er ook afgevallen, zie ik nou. Oh jongens. Ja, kijk. Is dezelfde. Twee keer hetzelfde. Er komt dat deze in de auto hing. En we hebben nou het ding uit de auto gehaald. Want de auto niet echt helemaal top is. Nou, in de kast. We gaan een beetje zo in de kast kijken. Want ik kan de kast niet echt helemaal meer openmaken. CD's zien we hier. Een paar zijn omgevallen. Armbandjes. Geen Club als Feyenoord. Ook een paar DVD's staan hier. Nou, jullie zien het. Ik haal deze even weg. Ook een paar DVD's staan hier dus. Gaan we naar onderen. Hier zien we heel veel shampoo. En deelbussen. En heel veel kaartjes die ik dubbel had, die in de boek al had, heb ik allemaal los hier neergelegd. Ook nog een paar stickers. Daaronder hebben we weer een oude schoolboek met de kap van Feyenoord eromheen. Dit heb ik op school gemaakt. Dakpijlen. Weer een map. En daarachter nog een map. En hieronder hebben we een kampioensboek. Nog een kampioensboek. Daarachter staat de Monopoly van Feyenoord. Zie je niet helemaal. De andere kant hebben we jaarboeken. Ook twee. Feyenoord sokken. En daarachter nog meer jaarboeken. Deze kant hebben we een bidon, aanstekers, spelerskaarten, rekenmachine, sigarenbandjes, spelerskaart of spelkaarten. Nou, hier ook allemaal Feyenoord dingetjes. Gaan we hierheen. Oh, dan hangt alleen dit ding ervoor. Moeten we die even weghalen, Wesley. Dan beginnen we met de tekenset. Twee boeken van Persie Afscheid en Gio van Bronckhorst. Tekenset. Die pinnen die ik kon om eten te halen bij de Kuip. Dat zijn oude, dus daarom liggen ze hier. Horloges die het niet meer doen. Een fidget spinner. Oude sleutelhangers. Gaan we een keer naar boven. Hebben we weer hier mijn portemonnee. Deze dingen kon je naar beneden gooien in de Kuip. Dus die liggen ook hier. Ik bewaar echt alles. Daar een munt van Bronckhorst. Die zilver. Mijn opa spaarde toen een tijd munten. Van alle spelers. Daar ook een embleem zie ik. Pennen. Oude seizoenskaarten. Weer shampoo en een zonnebril. Van alles grote pen. Alles is noem je dat? Sneeuwkrabber of ruitenkrabber. Postzegels. Hier. En erbovenop hebben we ook heel veel. Een knuffel, twee mappen. Ontbijtding. Hier ook fetus. Een mini. Oh. Ja, deze even weghalen hier. Een mini stadion van de Kuip. Daar ligt ook deze knuffel bovenop. En zo zat dus een beetje de kasten. Gaan we hierheen, want we zijn al lang niet klaar. Ook Murgenschalle, de kampioen. En ook Dirk Kuyt, afscheidswedstrijd
sjaal die hangt hier. Wie heeft die opgehangen? Oh, die heeft hij nu om, Dirk. Nee. Ik zou de sfeer dat hij ergens was. Oh, die hangt denk ik in mijn slaapkamer. Maar goed, maakt niet uit. Kampioen, bekerfinale hier. Hier zien we een frisbee en weer twee kaartjes. Weer een weer sjaaltjes. Hier even weer eerst een kleine bal. En ook weer oude verzamelkaarten van de plus toen de tijd. Heel lang geleden is dat. Hier zien we het nog met Timmer. En de coach was toen Bert van Marwijk. En hier was de coach Ronald Koeman. Dan gaan we hierheen naar deze kast. Knuffels en ook een tijdschrift. Voetbal International. Knuffels. En hier deze kast. Die kan ik wel openmaken. Hier zien we ook weer fijne dingetjes. Deze kan ik wel openmaken. Die maak ik dan ook nu gewoon open. Als die open blijft. Spelersbussen van Feyenoord. Plus een autootje. Plus een dingetje. Een pasje waar ik daarmee kan kijken. Oude sleutelhangers. Dus ook shampoo. Daar een kaartje achter. Weer spelersbus. Bekertje, kopjes, oude sleutelhangers, luchtje. Een box waar je geluid mee kan afspelen. Dus een sleutel die om de sleutelbos heeft gezeten, maar nou gewoon hier liggen. Ook een oude sleutelhanger. Weer bekers. Deze kan ik ook weer de Kuip toen halen. Heb ik ook gehouden. Alles waar vaart op staat wel, heb ik wel zo'n klein beetje. Nou, ook oude sleutels, oude magneet. Daar ook een oude sleutel, of een oude zo'n lepel, zeg maar, in zo'n dingetje. Heb hier natuurlijk nog een Feyenoord-pet. Die liggen hier standaard, omdat ik de video soms op moet nemen. Als je deze van ver afstand bekijkt, is het heel mooi als je het ziet. Hier natuurlijk de Feyenoord plakboeken. Ja, ik plak alles van Feyenoord in. Ik heb het heel veel. Dus daar is oude, het nieuwe ligt eronder. Maar goed, en hier nog een Feyenoord schriftje waar ik mijn werk weer in schrijf. Allemaal niet zo belangrijk voor de rest, hier beneden. Gaan we hierheen. Feyenoord stickervel. Hier hebben we Feyenoord rugzak. Gaan we hierheen. De drie boxen als je lid wordt van het legioen. Knuffeltjes. Dat zijn ook bordjes volgens mij. Een kleine, ja, wie is het ook alweer? Oh ja, Larsson natuurlijk. Die staat hier. Knuffeltje staat er ook bij. Jaaroverzicht boek, waar we de beker wonnen met Van Persie. Ook een oude lamp die het ook nog doet. Hier ook een sleutelhanger. Ook een ketting die hier aanhangt. Mondkapjes natuurlijk, dat mag niet ontbreken in deze tijd. Oude knikkenzak trouwens hier. Nog, dat is geen snuts dan anders van PES. Ik weet niet waarom het hier hangt. Rugzak. Stickervel, shirtje met Wesley erop, Feyenoord kabouter, mag ook niet ontbreken. Dan hebben we deze sticker, vel. Dan gaan we hierheen, hebben we oude lampen Feyenoord, ook weer een paar. Oh, dit is trouwens een oude foto van mij. Weer sigarenbandjes, dit is van dit jaar, die kaartjes. Een wereldbol die ook nog gewoon nog steeds doet, en een lampje, dat is ook leuk natuurlijk. Kijk, als je dan dit doet, dan zie je hem op het muur. Deze natuurlijk, ken je het ook van de Wesley afleveringen. De cup van Feyenoord staat hier ook gewoon nog steeds te glinsteren. Ja, en hier hangen Feyenoord covers van FIFA natuurlijk. FIFA 19 en FIFA 20. Helaas kwam er dit jaar, of verleden jaar eigenlijk, geen FIFA 21. Dat vind ik wel jammer. En dan gaan we nu dus hierheen. Nou, deze kast. Ik doe even deze deur dicht. Want er staat ook nog meer achter. Deze kast, ja, eerst even hierachter. Een Feyenoord kersttrui, nog een trui. Hier hangen ook nog gewoon tassen. Hier hangen ook allemaal tassen van Feyenoord. Nou, een sjaal van de Feyenoorder. En hier hangen alle wedstrijdshirts. Als jullie die nog niet hebben gezien, wil ik er wel weer een keer een aparte video over maken. Ik heb al een keer gemaakt. Maar gewoon voor jullie wil ik wel nog een keer doen. Maakt niet uit als het twee keer in staat. Dit is voor de Wesley aflevering. Ja, dat komt allemaal nog. Dat gaan jullie dan wel zien. Nou, Rudy ligt hier natuurlijk heerlijk te slapen. In die achter liggen een paar tijdschriften. Die ga ik erbij pakken en dat gaan jullie zo meteen zien. En trouwens, hier ligt nog een kleed op de grond. Ook voor Feyenoord. Maar ik ga even die tijdschriften voor jullie laten zien. Dat ga je nu binnen een paar seconden zien. Ik knip in de vingers en dan gaan jullie die zien. Dan zijn we er weer in deze kamer waar ik ook net de video begon. Hier ga ik ook afsluiten. Maar eerst ga ik dus die tijdschrift laten zien. En het zijn er heel wat. Dus ik zou zeggen, kijk met veel plezier daarna. Deze is een Santos special. Dat gaat over de 100 jaar bekervoetbal. En die wonnen we toen ook, die beker... Ja, die bekerfinale tegen AZ was toen. Waar PSV bij Feyenoord zat. In ieder geval is dat dus deze. Heel mooi. Ik bewaar gewoon alles waar Feyenoord in staat. Zoals ook hier weer een oud Feyenoord magazines. Met Jurgensen. Met Klaasie. Met Van Persie. Echt alles eigenlijk waar Feyenoord op staat, bewaar ik wel. Deze is zelfs nog niet uitgepakt. Deze is omdat we twee keer hebben, mijn vader en ik. Dus ik weet hoe ze eruit zien van binnen. Deze ook weer, Feyenoord magazine, allemaal dubbele. Een jaaroverzicht van Feyenoord 2017-2018, die ik vond ook wel dubbel. Die had ik net ook al in die Feyenoord kamer liggen.
Ook heel erg mooi om te hebben natuurlijk. Hier al een Feyenoord magazine, alweer. Heel wat Feyenoord magazines hier. Deze ook. Het Berghuis. Hier ook weer met Van Bronckhorst. Hier van PSG en Van Bronckhorst. Ging over die afscheidswedstrijd. Ook dat was een mooie wedstrijd. Ben ik er nog bij geweest. De eerste vlog was dit op dat kanaal. Even kijken. Nog een Feyenoord magazine met Bijlo. Gaan we deze. Voetbalspecial kampioen. Kijk. Dit soort dingen moet je gewoon intact houden. Die moet je niet uitknippen of zo. Moet je gewoon bewaren. Kijk. Mooie foto. Giovanni van Bronckhorst. Kampioen van Feyenoord. Tony Vilhena met de schaal. En ja, het is gewoon super. Omdat je moet dat nooit inknippen, altijd bewaren. Ook dit. Voetbal. Hier is het afscheid van PSG. Moet je nog mooi intact. Moet je nooit weggooien. En vandaar dat ik het ook gewoon netjes hier heb. Voetbal, onze toptrainers spreken. Van Bronckhorst, Van Bommel, Koeman en Erik ten Hag. Omdat Van Bronckhorst opstond, heb ik hem dus bewaard. Voetbal International. Deze ook. Iedereen houdt van Robin. Ik onder bekerfinale deze uitgave. Van Voetbal International. Hier ook eentje. Ja, er staat ook Ajax op, maar er staat ook dus, was ook een klassieker te maken. Met Jurgensen en dus ook, weet je ook weer? Tijde Vigo. Deze, Voetbal International, 75 jaar, Willem van Hanegem. Ook een mooi om te houden natuurlijk. Allemaal nog netjes. Je ziet het, ik ben er zuinig mee. Sommige mensen die gooien ze neer en die zien ze na jaren pas helemaal verfrommeld terug, maar ik niet. Hier ook weer eentje, maar hier staat geen Feyenoord op de voorkant. Maar voor mij staat Feyenoord wel aan de binnenkant. Tenminste, dat neem ik aan, anders zou ik hem niet halen. Even kijken. Moet hier toch ergens zijn. Feyenoord. Voor mij wel, zou het hier al voorbij komen. Nee, niet. Maar goed. Oh, hier. Zie je? Feyenoord. Ja, Diemen speelt nou dus al bij Feyenoord. Hier speelde nog bij Fortuna. Dat is dus nog een mapje. Nog een boekje. Hier ook weer. Niet zo sterker. Feyenoord kampioen. Ook weer een kampioensblad van Feyenoord. Super tof om te hebben natuurlijk en te houden. Dus nog een leuk doelboek van Feyenoord toen de tijd. Ook leuk. Ook houden we natuurlijk. We zijn er lang niet doorheen, jongens. We zijn er zeker nog lang niet doorheen. Dit is ook weer een kampioensmap, boek. Ja, de voorkant heeft niets met Feyenoord te maken, maar de binnenkant daarentegen weer wel. Hier met Dirk Kuyt natuurlijk weer. En ja, vandaag gewoon weer dat ik die erbij heb. Natuurlijk heb ik die erbij. Oh, houden we erbij. Hier ook weer een Dirk Kuyt. Ook weer een voetbalboek. Weer Dirk, ja, alles Feyenoord. Bewaar je natuurlijk. Jongens, kijk even voor de grap wat we al hebben hier. Kijk even voor de grap, deze hele stapel met tijdschriften. We gaan gewoon vrolijk door. Wat hebben we nog veel meer? Wie hebben we weer? Redder van Barcelona. Ronald Koeman. Ook natuurlijk nu een oud coach van Feyenoord opstaat. Heb ik die gekocht. Voor de rest zat er bijna niks over Feyenoord in. Nou, hier wel. Antonucci. Die Feyenoord natuurlijk geleend heeft van Volendam. Dus nu weer terug naar Volendam. Hier hebben we Jurgensen. Nico Jurgensen bevrijd van de duiveltjes. Ja, natuurlijk ook weer een Feyenoord. Dit is een oude open dag ding van 2019. Hoe het stadion in elkaar zit, waar alles staat. Ook gewoon wel leuk om te bewaren. Bouwplaat, de helikopter, die jullie ook hebben zien hangen. Heb ik trouwens vergeten langs te gaan, maar goed, jullie hebben wel eens goed te zien hangen. Hier hebben we ook weer een boek over Koeman. Oranje dubbel goud in 2020. Dit heeft meer met het Nederlands elftal te maken. Dus vandaar dat die er ook bij is natuurlijk. En voor de rest hebben we allemaal plakboeken. Map 10. Ik heb totaal nu 11 mappen. Ja, ik zou over de hoogte. Ik heb de hoogtepunt natuurlijk ook in de mappen zitten. Nee, dit niet, maar het kampioen. Ook de kampioensdingen natuurlijk. Ik weet niet in welke map het zit. Maar daar ook deze eraf gegaan. Volgens mij zit het in deze. Maar alles van de kampioen, ook toen de tijd. Hier zien we het. Met de kuit op de schaal. Alles heb ik erin geplakt. Tot de hele doek het nog steeds. Mits het niet vergeten, want het wil ook wel eens om dan de kant te halen. Dus heel veel mappen hebben we dus hier gewoon met alle plakdingetjes van Feyenoord. Hebben we nog andere tijdschriften? Jazeker. Hele oude tijdschriften. Feyenoord 60. Dit is een heel oud tijdschrift. Ik weet niet, maar ik bewaar gewoon alles netjes. Je zou zeggen, waarom heb je deze? Nou, het is Johan Cruijff. Maar ja, het is ook een hele zeldzame strip van Johan Cruijff. En hij heeft natuurlijk ook bij Feyenoord gespeeld. Maar ja, die kon ik toen ook op Marktplaats halen. En deze keer kregen we er gratis bij. Ook die van Feyenoord. Dus, weet je, ik pak het gewoon aan.
Deze trouwens, een Panini-blad van Feyenoord, correspondent bij de Jumbo. Helemaal vol, geen één mister. Helemaal compleet. En ja, ook die heeft een mooi plekje in mijn Feyenoord-verzameling. En dan zijn we tot het einde gekomen van de tijdschriften. En ook het einde gekomen van deze best verzamelvideo van de Feyenoord-verzameling. Heel veel dus. Ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze video. Dat heb ik met duimmootje gedaan. En dan zeg ik zo tijd, zoals nu. Later.